Ja. Vijf landgeiten heeft Aad van der Vaart lopen bij zijn huis in Gees. En een bok. Het zijn vriendelijke beesten, die landgeiten. En aanhankelijk. Geiten zijn dieren die op de mens gericht zijn. Ze zijn intelligent. Je krijgt respons van die dieren. En ja, dat maakt het gewoon leuk om er mee om te gaan. Ik heb ook schapen. Ik begrijp dat mensen van schapen houden. Ik vind ze zelf ook leuk. Maar een geit is qua omgang met de mens is gewoon volkomen anders. En veel levendiger. Nederlandse landgeiten zijn zeldzaam, nog steeds. Er lopen er niet meer dan een paar duizend rond in ons land. Eigenlijk is het denk ik zo'n beetje sinds begin 70er jaren van de vorige eeuw dat men zich bewust werd van het nut van die geiten. Want dat nut uitzicht bijvoorbeeld in de begrazing van natuurterreinen. Daar zijn ze buitengewoon nuttig voor. En toen is men zich gaan realiseren van ja jongens, als we niks doen, dan zijn die geiten uit het verleden zijn gewoon verdwenen. En toen is denk ik, dat zal 1981 of 82 geweest zijn, is het stamboek opgericht van de Nederlandse landgeit. Maar ja, met een aantal duizenden geiten zijn we toch in staat geweest om een goed gezond ras te creëren. De bok staat apart, want het is de bedoeling dat de kleine geitjes in april geboren worden. En die bok stinkt. Ja, kijk, hij heeft de gewoonte, althans al die bokken hebben de gewoonte, om te piezen tussen de voorbenen door tegen de baard. Ja, en dat veroorzaakt dus voor een groot deel de stank. En dat betekent, als je ook ziet hoe die nou doet, dat als ik nou straks naar iemand toe wil gaan, ik wil eerst even een ander overhemd en een andere broek aantrekken. Ja, en zo heeft iedereen zo zijn eigen gewoonte, hè?